Hi lieve kinderen van de Ommelander, ik ben E-mailpiet en ik heb Peter gemaild, want er is toch zoiets ergs gebeurd. Stom, ik ben in een doos gevallen. Ik liep in de inpakzaal en toen zag ik daar een hele grote doos met een laptop erin. En ik wil altijd al een laptop hebben, maar ik heb er geen. Dus ik in die doos, kijken naar die laptop, kwam ik er niet meer uit. Stom, stom, stom. Zo stom, wat zal Sinterklaas wel niet denken? Ik heb geroepen en geroepen, help, help, maar geen Piet kwam me helpen. Nou, toen werd ik zo moe, toen ben ik maar gaan slapen. Maar toen kwam ik er niet meer uit, toen ik wakker werd. Alles zat dicht. Maar gelukkig had ik dus die laptop die ik had gevonden in de doos. Ik kan namelijk met deze laptop e-mailen. Ik ben namelijk heel goed in e-mailen. Ik ben dol op e-mailen. Ik ben gek op e-mailen. Ik ben namelijk e-mailpiet. Ja. En op deze laptop zit ook een camera. En daar heb ik nu een webcamfilmpje mee gemaakt. En die heb ik nu gestuurd naar de Ommelander. Ik bedacht me ineens dat ik op 5 december naar de Ommelander ging. Naar meester Peter. En ik wist dat e-mailadres nog van meester Peter. Dus die heb ik nu gestuurd naar jullie. Maar stiekem voel ik me wel een beetje eenzaam hoor. Helemaal zo alleen in die donkere doos. En ik mis de Pieten. En ik mis Sinterklaas. En nee, ik vind het helemaal niet leuk hier. Maar ik heb wel een zaklamp. En ik heb pepernoten. En ik heb drinken. Dus ik overleef het wel hoor. Maar een beetje dom blijft het wel. Had ik net mijn veer verdiend, val ik in een doos. Hoe lang ik hier nog ga zitten? Ik weet het niet. Dus ik zou het echt super tof vinden als jullie mij een mailtje terug zouden sturen. Mijn e-mailadres is e-mailpiet@gmail.com. Maar je kan het ook aan meester Peter vragen hoor. Ik zit nu al een tijdje zo. Dus ik moet even anders zitten hoor. Ik krijg kramp in mijn tenen. Wacht even. Oh, nou mail me!